Goedemiddag allemaal, daar ben ik weer. Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin. In de vorige aflevering hebben we het voor elkaar gekregen 3 parts te halen in de Distant Spring. En in deze aflevering gaan we daar weer vrolijk mee verder. Hopelijk in 1 take. Ik bedoel, het zou heel erg fijn zijn als we dat gewoon in 1 take kunnen doen. Ik bedoel, de eerste keer dat we in de Distant Spring waren was dus niet heel erg handig, maar... We hebben dus nou het voordeel, en dat is een van de fijnste voordelen die we dus op dit moment hebben, de meeste vijanden die we dus zeg maar gisteren verslagen hebben, tot die nog steeds verslagen zijn. Dus op zich hoeven we daar ons niet echt veel meer zorgen over te maken. Nou, wat ik wil doen is, ik wil sowieso 40 blauwe Pikmin bij ons hebben. Nou ja, 40, ik weet niet. Er zit daar nog een yellow Wallywalk. Doe maar 60 dan, vooruit. Ik bedoel, 60, dat moet te doen zijn. Of zal ik het toch maar 70 doen? Ik doe het toch maar 70. Maar goed, we gaan dus in deze aflevering proberen de challenge voor elkaar te krijgen om dus 4 ship parts. Maar ik denk dat we maar met 3 gaan houden. Want er zijn er 4 hele makkelijke en er zijn er zeg maar een paar hele moeilijke. Dus het zou zonde zijn als we hier inderdaad 4 dagen voor nodig hebben. Maar ja, is dat eenmaal zo, dan helaas. Nee, gras laten we nou eventjes met rust, jongens. Laat het stenen, gras, weet ik het allemaal nog meer. Nou eens even met rust, jongens. Oké, we hebben hier die Wallywalk. En die gaan we eerst even proberen te verslaan. Hallo. Geen Pikmin pletterij voor jou. Oké, hou hem aan de grond. 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 Ouch. Oh, nee. Ik weet niet of we die in de vorige aflevering hebben gehad. Dat is een snatching snitchbug. Ik leg het gewoon nog een keer uit. Die pakt Pikmin op en die probeert ze te herplanten. Op het moment dat ze je Pikmin zeg maar in het water gooien, en het zijn geen blauwe Pikmin, heb je dus zeg maar... Waar is mijn cursor? Serieus. Dan heb je dus zeg maar een probleem dat ze die Pikmin instant dead zullen hebben, omdat ze dus zeg maar niet zijn eigen kunnen verdedigen. Goed. We hebben hem verslagen. We hebben hier nog 59 Pikmin over. Durf ik het aan... om die andere Wallywalk aan te pakken. Er staat hier namelijk nog een Wallywalk. Nou, er staan er hier nog meer. We gaan gewoon aanvallen. Attack team! Hou hem aan de grond. Hou hem aan de grond. Hou hem aan de grond. Oké, hij houdt hem niet aan de grond. Ben ik hem kwijt? Nee? Spring eens. Oh, wat lief dat je luistert. Waarom doet mijn cursor het niet goed? Jeetje zeg, mijn batterij is er nog niet eens. Oké, spring nog eens een keer. Goed zo. Zorg ervoor dat hij aan de grond blijft, jongens. Goed zo. En wegwezen, want hij valt om. En als je daaronder ligt, dan kun je het niet navertellen. Want dat is de regel van Pikmin. Goed. Nog 1 Wallywalk te gaan. Laat hem maar springen. En hou hem aan de grond. Hou hem aan de grond. Hou hem aan de grond. Oké, dat was 1 Pikmin. En... oh, snerring, snatch, snitch. Is dat ding, is dat ding. Priority nummer 1. Oh boy. Dit komt Pikmin. Nee. Hou hem aan de grond. Goed zo. Wegwezen. Oké, dan gaan we nou naar die snitchbug. Die is dus zeg maar... die probeert dus zeg maar je Pikmin weer in de grond te gooien. Echt een klote aanstreek van hem. Jongens. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Swarm dat beest en val hem gewoon aan. Nee, jullie vinden die pallet weer belangrijker. Oh, ik haat deze plek zo erg. Hij rent gewoon weg. Oh, en dan komt hij weer terug. Val aan, dat beest. Hé? Goed. Nou, ik weet niet waar dat die ene Pikmin die is waarschijnlijk in de grond geglitcht. Ik weet niet precies hoe dat het mogelijk is. Nou, we hebben de 46. De andere 3 die lullen wel ergens anders liggen. Ik wil dat eerst eventjes aan de muur gaan beginnen. En dan ga ik even reinforcements maken. Want vergeet niet, we zijn dus nou al... ik weet niet precies hoeveel Pikmin kwijt zijn geraakt. Maar we zijn in ieder geval al een behoorlijk aantal Pikmin kwijtgeraakt. Wat niet echt handig is. Nou, als ik me niet vergis, we hebben Boomrocks gisteren hier bij Base achtergelaten. Ik weet niet of ze daar nou nog steeds liggen. Ik hoop het wel. Wat doen jullie allemaal daar? Oh, jullie zijn hier geplant. Oké, maakt niet uit. Daar ben ik blij om. Dus ik denk dat ik nou heel eventjes gewoon nog hier eventjes een legertje... even kijken, ik heb er nou 3 bij me. Doe er dan maar... 37 bij. Dan heb ik er 40. Goed zo. Het zijn allemaal leaves. Just my luck.
Maar ja, het maakt niet echt uit, want het voordeel wat we nou kunnen doen is die brug die we dus zeg maar zagen. Ik had er nou 40. Oh nee, ik heb die andere 3. Maakt niet uit. Die brug die we dus zeg maar zagen, die brug die kunnen we dus nou gaan beginnen om die te gaan bouwen. En nou hoop ik niet dat die shakerups zitten. Zit die flying shakerups? Nee? Zitten aan de andere kant flying shakerups? Dat zie ik ook nog het spel doen. Ja hoor. Oké, nou laten we eens kijken of we eventjes zeg maar gewoon in het water kunnen luren. Oh, ze zijn al dood. Oké, geen probleem. Dus wat we nou moeten doen is, we moeten deze brug zeg maar aan beide kanten zien te maken. Oké, nou, we zijn daarmee bezig. Jullie gaan met deze kant bezig. En zo werken jullie mooi naar elkaar toe. En dan ga ik die andere alvast de opdracht geven om de eerste ship part naar ons toe te brengen. En hoe heb ik daar nou 2 Pikmin zitten? Oké. Hoi jongens. Hoe gaat het met jullie? Kom eens even mee. Want jullie moeten hier eventjes bezig gaan houden met die brug daar. Dat is jullie objectie vandaag. Zoals Leroy zou zeggen, objection! Oké. Maak de brug daar maar even af. Nou, dan gaan we dus heel eventjes kijken waar dat die muur naar beneden toe is gehaald. Want als ik me niet vergis, zit daar namelijk ook nog een hele handige shape part. Die we ook gelijk mee kunnen nemen. Dus op zich hebben we alweer een hele goede progress op dit moment. Goed, wat hebben we hier? It's my zirconium rotor. This is made from the rust-proof zirconium, which is particularly suited to make spaceship parts. I have to pay a lot extra to have this installed, and I suspect the mechanic overcharged me. Nou, dan zullen we hem maar meenemen, omdat hij waarschijnlijk heel erg belangrijk is en jij geen enig idee hebt wat de part eigenlijk doet. Ik vind het zo grappig dat hij bij de meeste parts heeft hij nog niet eens eigenlijk een idee van wat de parts eigenlijk in doen en wat ze dus eigenlijk voor functie hebben bij zijn schip. Dus op zich is dat wel komisch, laten we eerlijk wezen. Goed, nou, we hebben hier een paar bomrocks. De bulborbs, die zijn er nou niet. Of de bulbear, sorry. Spotty bulbear. Kom mij het vergeten. Het maakt mij niet uit hoe dat hij weer. Als het beestje maar een naam heeft. Nou, die bomrocks, die liggen er nou niet. Dus we hebben onze Gilly Pikmin weer even nodig. En we gaan gewoon weer terug naar de plek waar dat we de vorige keer die bomrocks gevonden hebben. Want er zit hier een muur en die moet echt naar beneden toe. Die andere muur, die kunnen we nog gewoon zeg maar verder met Pikmin eventjes naar beneden halen. Oké, een van de delen van de brug is klaar. Maar ik ben nou eventjes bezig met met onze bomsquad. Dus als het goed is, liggen hier weer bommen. Want die respawnen gewoon gelijk. Wat een voordeel is. Ja? Er zijn maar weinig bommen in ieder geval, maar dat maakt niet uit. Zijn we compleet? Ik zie daar nog een bom liggen, jongens. Oké, nou in ieder geval, één van de part hebben we alweer terug bij onze base. Dus één van de 3 hebben we al. Zoeken Rodor. Made of rustproof zirconium. It is shiny as new left in the blindest heart element. I have now recovered 23 of the 30 parts. Ja, dat is helemaal geweldig, jongen. Echt leuk. Let's settle it met een bakje koffie. Goed. Zoals ik al gisteren zei, als Pikmin bommen raken, zorg ervoor dat ze niet in het water vallen. Op het moment dat er één Pikmin in het water valt, ontploft de bom die hij vasthoudt. En als je dus zeg maar dat ik bij je in de buurt staat, heb je nogal een gevaarlijk iets. En hun nemen ook nog eens een keer even extra pellets mee. Ik vind het best, jongens. We zijn veel kameraden kwijtgeraakt, dus prima. Goed, onze bomsquad. We hebben 10 bommen. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, nou maakt niet uit. Oké, nou hebben we nog 3 bommen. En die wil ik wel eventjes apart gooien. Want anders hebben we dadelijk een probleem dat we dadelijk een non-bom Pikmin gooien. En dat zou natuurlijk heel erg problematisch zijn. Oké, nou we hebben alle muren hebben we nou dus zeg maar omlaag. Dus alle gele Pikmin die hebben we niet meer nodig. En die kunnen dus weer terug in de battalion waar dat ze thuis horen. Nou vraag ik mij af of ik genoeg blauwe Pikmin zeg maar heb die eventjes die andere ship part op kunnen halen. Terwijl dat we met rode zeg maar verder gaan exploren waar we mee bezig waren. Want ik zie ze dat ze hier nou allemaal bezig zijn met dingen te halen. En waarom is die andere brug nog niet klaar, jongens? Wat zijn we lui bezig? Kom hier. Allemaal. Want ik wil die ship part ook hebben. Ik wil het allemaal hebben. Hier, en dan gaan ze het weer automatisch oplopen pakken. Ik vraag daar niet om. Nou.
Kom op. Ik had geweten dat dat stuk langer was dan dit stuk. Dan had ik hem wel meer aan die kant gegooid. Gewoon aan de overkant gooien. En... goed zo. Nou, nu kunnen we de Pikmin meenemen. En dan kunnen we dus zeg maar zeggen van... nou jongens, dat chippart dat moet mee. I have found the Gluon Drive using the... Quark binding metaphysical processes of gluons. This device, well, it's very scientific and I don't fully understand it myself, but it was very expensive. Juist ja. Neem maar mee dan. 50 Pikmin nodig om dit ding op te tillen. Zo. Oké, nou dan kan een hele battalion van 64 en... jij bent Steve. Jij gaat niet één Pikmin ding dangers mee proberen te nemen, want dat is echt zinloos. Daar gaan we niet aan beginnen. Goed, dan hebben we dus zeg maar heel veel Pikmin nog bij onze battalion die we dus zeg maar nou op dit moment nog niet gebruiken. Deze hier. Dus wat ik daarmee wil doen, dan wil ik alvast eventjes dadelijk de gele op gaan roepen. Even kijken hoor, want... daar zit ik eventjes van, volgens mij hebben we een gele achtergelaten. Ja, dat dacht ik al, want we waren namelijk met 16 gele gegaan. En we zijn maar met, of we waren met 17 gele gegaan en we hadden 16 gele maar bij ons. En het nadeel is, volgens mij hebben we maar twee shipparts. En ik kan nou niet 1, 2, 3 zeg maar zo snel nog naar een andere shipart komen. Dus ik ben bang dat onze challenge van 3 dagen niet gaat lukken in deze wereld. Maar ja, aan de andere kant, het is ook best wel een grote wereld met veel puzzels. Dus. En een, ja, een dag, ik heb vragen gehad hoe lang duurt een dag nou eigenlijk. Volgens mij heb je per dag 15 minuten. Dus dat is eigenlijk best wel weinig. Nou, we hebben dus zeg maar nou die muur daarop geblazen. En dan zien we dus al gelijk weer Bold Bears liggen. En ik zie een Puffy Blowhug en alles. Dus wat we willen doen is op het moment als onze andere team Pikmin er aankomt, dan wil ik een heel leger met rode Pikmin klaar hebben. Dus, nou hoop ik dat we heel eventjes opschieten. Gluon Driver. I have no idea how this works, but it means the dolphin will again lift off with his character's roar. Waarom heb ik zo'n gevoel dat hij absoluut niet weet hoe alle dingen werken van zijn ship? Nou, oké, okay, we hebben dus nou... even kijken, daar ligt er nog één. Twee, drie, vier... we hebben nog hier 5 ship parts liggen en dat ligt allemaal hier in dit middengebied. En het nadeel is... de meeste ship parts, die vereist een moeilijke puzzel die we moeten doen. Die vereist een baas die we moeten verslaan. We zouden die nog wel kunnen pakken. Oh. Tijd hebben we nog? Ik ga er gewoon voor. We gaan het doen. Want als het goed is, is dat de pilot seat. We gaan het gewoon doen. Ik bedoel, ik heb een goed gevoel erover. Kijk hoor. Ik bedoel, ik denk dat we die kunnen. Denken jullie kijkers? Is dat niet achter deze muur? Nee, is nog niet eens nodig voor een muur. Is hier een baas, vijand, iets? Nee? Oké. Zit hier dan iets? Nee, oké. We gaan toch voor 3 parts! At last, my pilot seat. Once I get this installed, my cockpit will finally be back in order. Soon my ship will be starting to look more and more like the dolphin of old. Ah, the memories. Ja, dit is dus zeg maar gewoon een stoel voor Olimar. Letterlijk en figuurlijk, het is niet meer, niet minder. Het is alleen maar zijn stoel. En geloof het of niet, dat is een required ship part. Je hebt die ship part nodig om... een van de goede items, endings te krijgen. Nou, ondertussen laat ik jullie hier eventjes aan werken. Ik bedoel, dat zal wel niet te veel... uh-oh. Uh-oh. Ik ga eventjes hun in de gaten houden. Nee, hou maar... hou... ja, je kunt ons alleen maar, kun je ook aanvallen. Oké. Okay. Puffy Blowhawk, don't you dare. Don't break my heart. Kom op. Hallo, hallo, ik ben een kapitein. Ik ben een kapitein. Na 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 na. Ik ga. Oké, maak hem niet wakker. Laat hem slapen. Laat hem slapen. Laat hem slapen. Goed zo. Slaap maar zacht, Bold Bear. Het is heel slecht weer. Oké, waarom moeten jullie nou de moeilijke route weer nemen? Hé, hij pikt me, jullie zijn zo dom. Hij gaat wakker worden, hè? Hé, Puffy Blowhawk, hier. Joe, hier.
Oh, hij is mist. Hij mist. Hij mist. Hé, hey, Puffy Blauwhak. Hiero, hiero. Laat mijn pik met me rust. Hallo. Hey. 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 Jodela. Hihoe. Jodela. Hoehoe. Jodela. Oké, okay, goed zo. Oké, ze zijn er gewoon doorheen gelopen zonder problemen. Oh mijn god, dat was eng. Oké, we hebben dus 3 shipparts voor elkaar kunnen krijgen in deze aflevering. En waar ben jij mee bezig? Pilot seat, picturing this in the cockpit, images of me lifting off in space begin to fill my tax brain. It fills me with inspiration once again. I have now recovered 25 shipparts. Ik wist niet dat we nog 1 shipparts zeg maar voor elkaar zouden krijgen. Oké, we hebben daar 35 pikmin staan. Dan weet ik dat er nog een paar pikmin staan bij die muur die we hebben gevraagd dat ze die omlaag kunnen gooien. Dat is deze muur. Oké, dat zijn er 32. 32 plus 35 maakt 76. Oké, wel 67. Sorry, mijn fout. We zitten dus goed. We zitten goed. We hoeven ons geen zorgen meer te maken. In de volgende aflevering kunnen we dus zeg maar een rood leger erop afvuren. En kunnen we waarschijnlijk weer 3 shipparts te pakken gaan krijgen. Ik weet niet of we de 4 kunnen gaan krijgen. Maar we hebben hem toch 2 keer achter elkaar voor elkaar. Ik ben tevreden jongens. Kom op. Ik heb in de comments horen gekregen van. Hey, zelfde player. Kom op. Hey, je doet het best wel goed. Ik bedoel 3 shipparts in een dag. Dat is best wel een achievement. Dus op zich vinden mensen dat ik het goed doe. En dan neem ik dat maar aan. Jullie zijn geweldig. Dank jullie wel voor de complimenten. Ik bedoel. Jullie wilden niet weten hoeveel pain in the ass dat de Distant Spring tot nu toe in deze opnamesessie is geweest. Maar goed, we hebben dus alweer 3 shipparts erbij. En we kijken rustig heel eventjes naar dat hoe de teller afloopt. En hoe dat ik eventjes een slokje drinken neem, want ik heb geen zin om op start te drukken. Ik blijf hier onrustig staan. Olimar. Die was eventjes de held voor het moment. De vijanden af te leiden, zodat dat Pikmin gewoon, zeg maar, zijn stoel mee kon nemen. Dan komt Olimar in actie, hè? Dan zul je net zien dat hij in actie komt. Jij bestuurt Olimar, weet je, dat is grap. Goed, we laten dus geen Pikmin achter. Lift-off is niet nodig, ik druk nou heel eventjes door. 12 days since impact. If I can just find 5 more parts, the Dolphin will be fully rebuilt. But that time has grown short. I must not flag in my search. Even I cannot recover every piece, I will not give up, surely. Some of these parts aren't even absolutely necessary. I can almost see my smiling family. Oké, dus we zijn er 24 kwijtgeraakt in battle en er zijn er 6 gesprout. Oké, prima. Maar we zijn er dus 24 kwijt. Op zich vind ik dat niet zo'n erg getal. Ik bedoel, het is erg als we Pikmin verliezen. Maar ja, we hebben heel erg veel pech gehad met de glitch en alles. En dat is nogal vervelend. Maar we doen het op zich best wel goed. Dus in de volgende aflevering gaan we kijken hoeveel van die parts dat we kunnen halen in de volgende aflevering. Dus ik hoop jullie dan allemaal te zien. En misschien dat we het dan voor elkaar krijgen. Ik weet het niet. We zullen het zien. Ik dank jullie voor het kijken. En tot morgen. Dus tot dan. En laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Een reactie van je leukste momentje. Ja. Jullie kennen de drill. Dus tot morgen. Doei!